Sterke voeten hebben is essentieel als je je voortbeweegt in de bergen. De volgende oefening gaat je ondersteunen om je voetboog en je voeten te versterken. Wat natuurlijk essentieel is, want we staan veel op onze benen. En zeker als je voortbeweegt in de bergen, ja, dan sta je een hoop op je benen. Maakt mij er niet uit met welke bergsport je doet. Met deze oefening heb je een handdoek nodig en deze oefening doe je op je blote voeten. Want we willen juist echt die voeten gaan versterken en een soort van gaan klauwen. Je hebt een handdoekje nodig. Maakt niet uit, zo heel groot is een kleintje. Blote voeten. En eigenlijk wil je net doen of je heel gierig bent. Je grijpt het handdoekje naar je toe. Je houdt hem even vast. En dan ontspan je weer even. En dan grijp je weer. En trek je weer naar je toe. En wat je vaak ziet is dat je dan stiekem je handen gaat meebewegen. Dat maakt het soms wat makkelijker. Je trekt hem naar je toe. En ontspant hem weer. En je probeert ook als je hem vastpakt, weer eigenlijk je teen heel wijd en breed neer te zetten. Want dat is soms wel moeilijk. Want vaak zie je door het soort schoeisel wat we dragen, wat vaak strak en vast zit, dat die voeten ook heel dicht op elkaar zitten en eigenlijk helemaal niet lekker kunnen bewegen. Dus spreiden en naar je toe trekken. Even vasthouden en dan weer eigenlijk tenen heel wijd open en weer grijpen. 10 à 15 herhalingen mag je hiervan doen en ongeveer 1 tot 5 seconden even vasthouden met het knijpen. Door deze oefening te doen zul je merken dat je voetboog sterker wordt en je balans zal verbeteren en je meer kracht in je voeten krijgt. Succes met de voetboog en voetactivatie.